Je kunt in Edit het bronmateriaal dat je vindt direct bewerken. Je kunt bijvoorbeeld een videoprogramma kun je snijden. En dat kan heel erg handig zijn als je maar een klein stukje van een filmpje wil gebruiken voor je les of voor je presentatie bijvoorbeeld. Ik ga naar alle filmpjes toe en ik ga naar de klophuis. Ik open deze en ik kan hem afspelen. En ik kan hier met dit blokje het fragment snijden. Dan kies ik. Je moet trainen en het is wat dat betreft te vergelijken met topsport. En het eindmoment. U heeft last van uw schouders? Ja, van een paar maanden. Dit stukje van het programma ga ik nu bewaren door op bewaar fragment te klikken. Artist fragment, ik sla hem op. En het geknipte stukje is opgeslagen in mijn bestanden. Zo kun je het materiaal bewerken en alvast voorbewerken voordat je het verder gaat inzetten.